Met rekenen gaan we vandaag weer met het metriek stelsel werken. De kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter en millimeter. Het schema wat je al wel vaker gehad hebt. We gaan ook even kijken welke maat past bij welke situatie. En we gaan omrekenen met de maten waarbij we de tabel van het metriek stelsel gaan gebruiken. Deze les gaan we een aantal sommen samen doen en dan ga je in je werkboek aan de blauwe kant les 11 maken. Ik ga van de les zelf niet zo heel veel zeggen. Ik ga niet som voor som aan je voordoen. Probeer er even over na te denken. Als het je niet lukt, dan kun je altijd even contact opnemen met mij. Alleen moet je dan even wachten tot de middag. Ik ben tot een uur of 12 op school, omdat ik daar de wisselochtend heb. Dan moet ik naar huis en vanaf een uur of 2 ben ik eventueel op Teams met de bekende link bereikbaar voor je. Maar ik denk dat je na de introductie een heel eind gaat komen. Goed, kijk maar even met me mee. Dit zijn de openingszinnetjes. Deur is 200 mm hoog. Nou, ik pak hem er meteen maar even bij. Metriek stelsel van de lengte. Dan zie je meter, decimeter, centimeter, millimeter. We komen er zo meteen uitgebreid op terug. En naar de kant waarop het groter wordt. Decameter, hectometer, kilometer. We komen zo nog even op de betekenis terecht. Nou, op het moment dat we hier de millimeter zien, die staat 1, 2, 3 plaatsen van de meter af. Nou, zou een deur 200 mm groot zijn. 200 mm is 20 centimeter, is 2 decimeter, is 0,2 meter. Nou, dan is het natuurlijk niet zo heel erg moeilijk meer om dat te zoeken. De route naar Amsterdam, van Amsterdam naar Ameland, is 500 hectometer. Een hectometer is 100 meter lang. Nou, kijk even wat je daar kunt doen. En deze twee probeer die zelf even op te lossen. Kijk het setje maar even met me mee. We gaan de referentiematen van de lengte. Referentie wil zeggen dat je ermee kunt vergelijken. Welke zin is waar? Is niet waar? Het begint meteen heel heftig. Een tuinslang is 10 decimeter lang. Nou, dan moet je jezelf wel afvragen, hoeveel decimeter zat er ook alweer in een meter? Er zat 10 decimeter in een meter. Dus we hebben hier een slang van ongeveer 10 meter. We hebben een flat van 9 hectometer. Een hectometer was 100 meter. Die flat is dus 900 meter lang. En de langste trein, personentrein, is 40.000 centimeter. Nou, elke meter is 100 centimeter. Dus dan zou je kunnen uitrekenen hoeveel meter deze trein zou zijn. Nou, ik hoop dat je voor jezelf inmiddels een antwoord gevonden hebt. Dit was het goede antwoord. Een flat van 900 meter hoog bestaat er natuurlijk niet, zeker hier niet in Nederland. Welke zin is niet waar? Een tafel is ongeveer 7 decimeter. Nou, 1 decimeter was 10 centimeter. Een duim is ongeveer 50 millimeter. 10 millimeter was 1 centimeter. Of een banaan die is 20 decimeter. Nou, 10 decimeter is gelijk aan een meter. Nou, dan zie je dat er een aantal onzinonderwerpen bij zitten. Welke zin is niet waar? Nou, maak je keuze 1, 2 of 3. Natuurlijk was dat 3, want 20 decimeter is hetzelfde als 2 meter. Nou, ik heb veel gezien, maar geen banaan van 2 meter. We kijken naar de volgende. Een huis is ongeveer 100 decimeter. Er zitten 10 decimeter in een meter. 100 decimeter zitten dus hoeveel meters? Een kattenstaart is al 48 centimeter lang. 10 centimeter, 10 millimeter is 1 centimeter. Nou, hoe lang is die staart? De vierdaagse lopen wel 50 kilometer per dag.
Dat moet je toevallig weten. Nou, de vierdaagse, de loopmars is 50 kilometer per dag. Een kattenstaart van nog geen 5 centimeter lang is wel een heel kort staartje. En een huis zou best 10 meter hoog kunnen zijn natuurlijk. We kijken even naar de volgende. Van Amsterdam naar Parijs is ongeveer 500 kilometer. Een mens wandelt in een uur ongeveer 15 kilometer. Of een vliegtuig vliegt in een uur wel 1000 kilometer. Nou, dan moet je voor jezelf eens gaan nadenken. Welke is niet waar? Dan ga je voor jezelf maar eens kijken. Amsterdam-Parijs, dat heb je vast wel eens ergens gehoord. Een mens kun jij in één uur tijd 15 kilometer lopen. En een vliegtuig vliegt in een uur wel 1000 kilometer. We gaan eens kijken. Nou, het verkeerde antwoord was natuurlijk een mens. Want een mens wandelt gemiddeld tussen de 5 en de 6 kilometer per uur. Maar dan moet je al flink doorstappen. Goed. Leermaten voor de lengte vergelijken. Ordenen, dat wil zeggen in een rijtje zetten. Omrekenen van meters naar decimeters. En optellen met hele getallen en komma-getallen. Dat is een best stukje wat we moeten doen. We gaan even kijken naar het instructiefilmpje. Kijk maar even met me mee. Vraagje. Ja? Weet jij hoe groot een voetbalveld is? Nee, niet precies. Wat ik wel weet, is dat ik tijdens een wedstrijd ongeveer 7 kilometer loop. Ik heb een stappenteller. ik denk iets van 100 meter. Nou, het is dus eigenlijk heel vreemd, maar voetbalvelden hebben verschillende afmetingen. Hè? Ook op profniveau? Dat kan toch niet? Ja, echt. Toch is het zo. De grootste velden die zie je bij NEC, RKC en Roda JC, die zijn namelijk 1,05 hectometer lang en 0,69 hectometer breed. Dus 105 bij 69 meter? Precies. En het kleinste veld, dat ligt bij Willem II. Dat is 1,01 hectometer bij 0,65 hectometer. 101 bij 65 meter. Dat scheelt 4 meter in de lengte en 4 meter in de breedte. Die hoef je dus niet te rennen. Ja. Maar nog een vraag. Zijn de spelers van de wedstrijd bij NEC vermoeider naar een wedstrijd of bij Willem II? Ja, dat hangt er vanaf. Waar vanaf? Tegen wie ze spelen. Ja. En waar ze staan op het veld. Ja, voor een keeper maakt het niet zoveel uit natuurlijk. Nee. Goed. Naast me zie je het hulpschema. Dat kun je strakjes heel goed gaan gebruiken. Kijk maar even mee. Er staan verschillende stukjes op. Een kilometer is 10 hectometer. Is 100 decameter is 1000 meter. Dit is 1, 2, 3 stappen. 3 nullen erachter. Of de komma 3 plaatsen verschuiven. 1 hectometer is 10 decameter is 100 meter. 1, 2 plekken. 2 nullen erachter. Erbij of de komma twee plaatsen verschuiven. En gaan we van de meter uit, dan zie je dat een meter is 10 decimeter, 100 centimeter, 1000 millimeter. Elke stap die je maakt is weer 10. Weer een nul erbij, weer de komma één plek opschuiven. En hetzelfde geldt als je de andere kant op gaat. Dit hulptabelletje heb je strakjes bij de les de hele tijd nodig. Hou het maar goed in de gaten. Hier heb je hem nog een keertje helemaal in het groot. Ik heb hem net met je langs gelopen. Kilo betekent 1000. Hecto betekent 100. Deka komt bij de Romeinen vandaan, betekent 10. Deci betekent 1/10 deel, oftewel 0,1. Centi betekent 1/100ste deel, oftewel 0,01. Milli betekent 1/1000ste deel, 0,001. De Romeinen gebruikten dit systeem al om hun maten te meten. Kortom, het metriek stelsel komt al zo ver als van de Romeinen vandaan. We gaan snel verder.
Hier hebben we bijvoorbeeld een getal 1,253 kilometer. Dat betekent 1 kilometer, 2 tiende kilometer, 500ste kilometer, 3000ste kilometer. Nou, 2 tiende kilometer is hetzelfde als 2 hectometer of 200 meter. 500ste kilometer is hetzelfde als 5 decimeter, oftewel 50 meter. 3000ste kilometer is hetzelfde als 3 meter. Nou, je ziet hetzelfde getal, alleen nu nog een keer gerekend vanuit de meters. 1,253 meter. 1 meter is 1000 millimeter. 0,2 meter is hetzelfde als 2 decimeter, is hetzelfde als 200 millimeter. 0,5 meter is hetzelfde als 5 centimeter, is hetzelfde als 50 millimeter. En 0,003 is 3 millimeter. En dan is 1,5253 meter is in het totaal 1253 millimeter. En hier kun je meteen ook heel mooi zien, het ding wat ik net zei met de komma's. Van kilometer naar meter, dat zijn in het schema, ik ga hem er nog heel even bij pakken. Kilometer. Dit is even de verkeerde. Ik ga even een andere pakken. Deze moet ik hebben. Van kilometer naar meter zijn 1, 2, 3 stappen. Dat betekent in dit getal de komma 1, 2, 3 plaatsen opschuiven. We gaan die kant op het schema. Dus gaan we ook die kant op met de komma. Meters, decimeters, centimeters, millimeters. We gaan die kant op met de maat. Want we gaan van meter naar millimeter. En dan gaan we ook die kant op met de komma. 1, 2, 3. Want het is 3 plekjes. Zo direct moet je sommen gaan omrekenen. Ik zou dit schema, als je niet... Je kunt ook het hulpschema gebruiken en anders dan schrijf je dit schema even op en dan kun je dat even gebruiken. Zit je in de opvangklas, dan kun je kijken naar het schema wat boven het bord hangt. Je moet van kilometer naar hectometer, dan kijk je van kilometer naar hectometer, dat is dus één plekje. Dat betekent dat de komma één plekje verschuift. Je moet van meter naar centimeter, dat zijn één plekje. Twee plekjes. Dat betekent dat de komma in twee plekjes verschuift en dat je er dus 0 achter moet zetten. Nou, zo simpel als het steeds rondlopen in dit schema, zo simpel is het omrekenen van het metriek stelsel. Je moet alleen steeds dit schema erbij pakken. Ik kijk nog even kort naar de derde opdracht. Deze bestaat uit een paar stappen. Het is opdracht 2 trouwens. Zet 1 bij de kortste, 2 bij de middelste en 3 bij de langste. Dus je gaat deze maten kijken. En dan ga je kijken welke van de 3 is hier nou het kortst. Nou, ben ik in het schema er weer bij pakt. Dan is dat altijd het makkelijkst. Als je 1 maateenheid pakt. Kilometers, hectometers, meters. Nou, we nemen de meters. Gaan we kijken bij de hectometers. Oh, een pennetje pakken. Dat zijn 1, 2 stappen. Dat betekent 1, 2 nullen. Nou, je wist nog, 1 hectometer was 100 meter. Dus 2 hectometer is 200 meter. Nu gaan we van de kilometer naar de meter. Dat zijn 1. 2, 3 stappen. Dus gaan we weer kijken. 1, 2, 3 stappen. Dus komen we daar op 100 meter. En je weet nog, want het is ook nog 1 tiende deel van een kilometer. En 1 tiende deel van een kilometer is 1 tiende deel van 1000. Nou, nu kun je kiezen. De kortste lengte is dus deze. Dan komt deze.
dan komt deze. Nou, zo ga je deze ook omrekenen. We nemen dit plaatje erbij. De andere sommen, som 3, som 4, som 5. En de sommen die dan op de bladzijde ernaast staan. De sommen 6 en 7. 8 hebben we zelfs ook nog. Gaan allemaal op dezelfde manier. Som 7 en som 8 zijn weer stersommetjes. Dus die maak je alleen als je, ja, als je het echt snapt. Ja, 7 en 8 zijn vrijwillige sommen. Som 1 tot en met 6 zijn verplichte sommen. Pak het schema erbij. Schrijf het tijdens, ik hoop dat je tijdens de video hebt opgeschreven. En dan ga je lekker de sommetjes maken. Veel plezier ermee!